De droom van de familie Overbeek uit Ulft om te kunnen leven van het kitesurfen is uitgekomen. Zoon Jamie Overbeek pakte bij de grootste kitesurfwedstrijd ter wereld, de Red Bull King of the Air in Zuid-Afrika, een tweede plek. Ook sprong hij deze maand meer dan 35 meter hoog boven het IJsselmeer, waarmee de 17-jarige Achterhoeker nu wereldrecordhouder is. Ik ben eigenlijk op beide prestaties heel erg trots, want in een grote wedstrijd met alle beste kiters in de hele wereld natuurlijk tweede worden, dat is natuurlijk geweldig. Maar een wereldrecord halen met de hoogte, dat is natuurlijk ook geweldig. Dus eigenlijk kan ik niet kiezen. Wat betekent dat, die twee dingen bij elkaar? Wat heeft dat veranderd voor jullie? Dat voor Jamie eigenlijk de weg geopend is om echt zijn professionele carrière nu op te pakken. Met sponsorcontracten, met het gewoon rond kunnen komen van de sport. Ja, nu wordt het een stuk makkelijker omdat je gewoon heel veel reizen moet. Wat een behoorlijke kosten met zich meebrengt. En die kosten worden nu gewoon voor het grootste gedeelte door de sponsoren gedekt. Jamie is 17 jaar oud, maar hoeft vanwege zijn topsportprestaties niet meer naar school toe. Daarom kan hij zich volledig richten op een bestaan als kitesurfer. We hebben er jarenlang gewoon naartoe gewerkt. En nu behaal je gewoon waar je gewoon de hele tijd voor hebt lopen trainen. Dus dat is natuurlijk gewoon geweldig. In 2024 is het kitesurfen als racevorm in Parijs voor het eerst een Olympische sport. De bond heeft Jamie gevraagd om mee te doen, maar omdat het daar puur om snelheid gaat, maakt de Ulftenaar een andere keuze. Ik heb dat eigenlijk toen afgewezen omdat het enige wat ik wil in elke discipline is hoog springen. Alles met veel hoogte en dikke trucjes, dus dat ligt mij meer. Moet je daarvoor ook een klein beetje gek zijn misschien? Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. De Olympische Spelen, niks voor hem. Snelheid, saai, die hoogtes. Wat kan hij daarin nog bereiken? Hij kan een aantal hele grote competities, en dat zijn met name de competities die ook georganiseerd worden door Red Bull. Als die daar podium in kan halen, dan zou dat helemaal geweldig zijn. En de hoogte, ja, zeg maar, waar is de limiet? Ik bedoel, nu staat hij op 35,3. Maar daar gaat Jamie niet mee akkoord dat het daarop blijft staan. Dus als er iemand dat record wil verbeteren, dan is hij het zelf. Hoewel hij een reizende ster is in de kitesurfwereld, kan hij in zijn thuisdorp Ulft nog in alle rust over straat. Ik merk wel dat het steeds, dat steeds meer mensen het gaan herkennen en dat ik wat meer reacties ook van mensen in de Achterhoek, laat maar zeggen, begin te krijgen. Dus het begint hier zeker een beetje te groeien en ik word niet per se echt vaak herkend, maar het begint wel zeker te groeien.